Het psychiatrisch centrum Suriname en de medische zending hebben vandaag een intentieovereenkomst ondertekend in de vergaderzaal van het PCS. Het doel van deze overeenkomst is om de mensen in het binnenland met psychische problemen te helpen. Beide partijen achten het noodzakelijk om gezamenlijk hiertoe een bijdrage te leveren. De overeenkomst is namens de PCS getekend door algemeen directeur Dayasan Karmantura en de algemeen directeur van de medische zending Edward van Eer. Matura sprak van een gedenkwaardig moment. Gedurende 3 dagen dan uit de stad ben met een heel team. En dan werd er geïnteracteerd met de plaatselijke gezondheidszorginstanties. In de kustgebieden was dat de RGD en in het achterland de medische zending. Nou, niet alles liep vlekkeloos, moet dat wel erbij zeggen. Het team vond wel dat er goede samenwerking was. Wij van de directie en de vakgroep psychiater vonden van dat het alleen maar beter kon en dat de supervisie eigenlijk ontbrak op die zorg. De echte supervisie vanuit de psychiaters, vanuit de professionals. Vandaar dat we hebben gezegd ook dat wij dat stukje beter willen doen coördineren en dat wij die samenwerking willen formaliseren met de medische zending, met de directie van medische zending. Een ander argument is natuurlijk ook dat wij, ik heb het al eerder gezegd, als tweede lijns gezondheidszorginstituut, derde lijns gezondheidszorginstituut, niet voorwaar geëtiketteerd zijn om die zorg te gaan brengen in het verre binnenland en in de districten, in de kustgebieden. Dat is in eerste instantie een taak van de regionale gezondheidsdiensten en de medische zending. De vroege herkenning, signalering van GGZ-problematiek, de primaire interventie, moet komen van deze diensten. En wij zijn als referentiekliniek nog altijd open om waar verwijzingen, referrals aan te pas zijn om daarin te komen. Matura geeft aan welke mogelijkheden deze samenwerking biedt. Wij willen in deze samenwerking de hulpverleners en de andere instanties zoals het MINOF, de politie, de brandweer en de NGO's ter plaatse helpen trainen, zegt de PCS-directeur. Hij geeft verder aan dat er geld nodig is om de operatie draaiende te houden. Er moet dus een projectdossier worden geschreven om aan financiën te komen. Medische zendingdirecteur Van Eer ondersteunt zijn collega door te stellen dat zij de middelen hard nodig hebben om te kunnen werken. Als wij geen financiën hiervoor krijgen en tegenwoordig moeten we op projectbasis op verschillende locaties onze plannen indienen voor financiering. Als we dat niet krijgen, dan ben ik bang dat dit een overeenkomst is die geen inhoud kan krijgen. Maar ik ben ervan verzekerd dat we die steun van in de eerste plaats de overheid gaan krijgen. De overheid heeft een nationaal mental health plan. Het ministerie van Volksgezondheid heeft een Nationaal Mental Health Plan 2015-2020 goedgekeurd. Dus het is niet zo dat het ministerie van Volksgezondheid geen aandacht hiervoor heeft. Ze hebben wel aandacht, ze hebben het in het beleid opgenomen. En ik denk dat die intentie ook omgezet zal worden in daden. Ze kunnen misschien niet het totale programma dat wij willen uitvoeren financieren, maar ze kunnen wel ons voordragen bij internationale organisaties voor die steun. Kortom, deze overeenkomst is een mooi kader om nog meer diensten naar de bevolking te brengen en in dit specifieke geval naar de bevolking van het binnenland. Wij laten hiermee ook zien dat wij als voortvechters, maar ook onze achterhoede in Paramaribo, de mensen in het binnenland, ook wat dit betreft niet in de steek zullen laten. De directeur van de medische zending, Edward van Eer. Hij sprak vandaag tijdens de ondertekening van de intentieverklaring met het PCS.